Oh, wacht, laat maar. Ik heb al een spel gevonden. Groet mijn gevleugelden, welkom bij de game en welkom bij Try, Die, Repeat. Ja, vandaag spelen wij een spel waarvan ik weinig van wist. Ik zag het op Game Jolt staan en ik had namelijk een spel nodig om te spelen. En ik heb geen enkel idee wat het eigenlijk precies helemaal is, wat ik helemaal moet voorstellen. En ja, vandaag we dus gaan spelen en er allemaal achter komen. Kom op. We are Evil Labs. Evil the biggest corporation on the planet. We do tests to improve the life of all living beings. Recently we received an opportunity to perform an experiment with our prisoners, the Cubers. However, they must fail in our primary test. Only then we will have the permission to do whatever we want. What? Is die stem niet van Portal ongeveer? Die stem, een soort van Portal-achtig. Ik heb Portal trouwens niet gespeeld. Ja, ik weet het hoe er. Holy shit. Is dat Splinter Cell? Oh, Splinter Cell is awesome. Nou, ben ik dat? Ben ik die little doodler? Ja, dat ben ik. Mooi. Yay. Ik hou van de muziek als ik hier ben. Doodoodoodoo. Welcome to our lab, subject number one. Do not be afraid, we don't bite. Holy shit. Oké, dus we hebben rode dingen. Ik gewoon. Jump? Why? Try it. Jump? Oké, bam. LOL. At least will you be useful to subject number two. And for us. Oh, ja. Ik begrijp denk ik het doel. Ik hou van dus die zei LOL. Gewoon. Oké, dus dan. I get it now. Oké, mooi. Dus we moeten maar doodgaan om door te gaan. Kunnen jullie misschien weggaan? Jullie zijn eigenlijk niet zo aardig. Oké, kom. Auw. Wordt precies hetzelfde. Hey, nu zijn we kleiner. Mooi. Ik probeer een penisschap van te maken. Het is moeilijk. Oké, dan springen we op jouw hoofd en dan wordt het helemaal vrolijk. Is dat een checkpoint? Yay! Now the real fun starts. Oké, dus. Oeh! Oh. Wat de hel neemt mijn stem daar? Oké, dus we kunnen zelf verplegen. Alla! Snakbar. Oké, dus. Disco party! Oké, dan. Damn it. Even kijken. Oké, dus we kunnen zelf verplegen. Dat kan handig worden voor de toekomst. Oké, dus we gaan spikes. En dan. Ik weet het zeker, zullen we hier doodgaan of zo? Wow, shit. Oké. Wachten. Skroosh. Oké, checkpoint. Yeah. Mooi. Unlike the other companies, here the cake is not a lie. Portal reference on point. Dat is geen goede high five. Dat noem ik een high five. Had ik maar vrienden om mee te high five. Oké. Hoe kan ik er ooit op komen? Oké, ik moet jou hier vermoorden. Het spijt mij. Je hebt wel een geweldige zonnebril. Je hebt ook een geweldige zonnebril. We hebben allemaal een geweldige zonnebril. If I win a dollar each time that you died, I would be rich. Waarom zijn robots zo gemeen? Oké, maar goed. Oké, dus. Everybody does kung fu fighting. I believe in you. Or not. I believe in zelfmoord. Ik vind het best geinig. Gisteren. Of eergisteren. De dag voor eergisteren voor jullie kwam er ook een video online dat heel veel met dood te maken had. Ja, dat je moest doodgaan om door te gaan. Het is nu gewoon praktisch niet hetzelfde. Oké, maar goed. Let's do this. Nee. Why, man? Why? MCJ
Nada, nada, nada. We will need a bigger coffin. Ooh, that's dark. That's dark. That's really fucking dark. Okay, kom. Kom, je kan het halen. Oké, nou, laten we dan... Hopelijk. Het is moeilijk. Just do it. Just... Do it! Overused memes zijn grappig. Oké, wat ik ga doen, ik ga jou daar leggen. En hopelijk kan ik dan... Met deze gast, deze speciale makker... Kan ik... Oh, nee, dat is veel te hoog voor mij, hè? Ja, dat is veel te hoog voor mij. Ik moet weer doodgaan. Oh, boy. I believe in you. Do the Harlem Shake. Do 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 do. Oh jee, deze doodler is klein. En nee, ik praat niet over mijn penis. Oké, ik gok dat het er maar dan... Ja, hier. Precies, mooi, eindelijk. Man, dat duurde redelijk lang. Kijk eens hoeveel mensen hebben vermoord. Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, we hebben 6 mensen vermoord. Wat wel, oké. Een checkpoint. Yeah. Oh no. Please avoid the damn traps. Avoid the damn trap. Oh, ben ik al dood? Oh, damn. Hey. Oké. Ah, kijk. Ik heb een elegant mooi storretje. Dit doet me heel erg denken aan The Mist. Hebben jullie de film gezien? The Mist? Je weet wel dat mist is. Nou, maar redelijk logisch voor een film dat The Mist heet. En dat er maar al die monsters komen. Oh, man. Even kijken, kom op. Ja, ja, ja. Wow. Damn it. Oh, so close. Oh. Oké. Hier moeten we echt voorzichtig doen. Ah, yes. We hebben het gehaald. Fuck. Oké, dus. Kom op. Serieus. Oh, ninja's. Mooi, yes. Yes. Hopelijk is het wel een panda genaamd Po. If you survive more than the last one, I will give you free nachos. Holy, jongens, gratis nachos. Nachos. Gratis nachos. Hallo, Juan. Ik kan niet goed dingen uitspreken. Ah, nee, kom op. Kom. Yes! Hell yeah. Oké, kom. Oh, nee. Niet die disco vloer opnieuw. Come on. You can do this, mate. Oké, daar gaat die. Daar gaat die. Wow, shit! Damn it. Oké, ik heb het gevoel dat we hier heel veel dood moeten gaan. Dood. Nou, hij moet veilig zijn, hij heeft een masker. Dood. Oh ja, die was dood. No. You're not in the Aperture Laboratories. Yes! Hey, you should return. This is the wrong path. Nee, ik ben een rebel. Ik ben een rebel. Do not go in there, please. Oké, ik ga daar wel niet in. Psych! Ik vind psych echt geen leuk woord, als ik eerlijk ben. Ik vind het echt... Okay, now we have a situation. Echt geen leuk woord, als ik eerlijk ben. Activate the protocol, are you in? Now. Oh, wacht. Illuminati! Daar kan je een ritme uit maken. Oh nee. Nee. Oh nee. Ah. Shit. Waar doet me dit aan denken? Aan het spel genaamd Jetpack. Weet je nog? Kom op. You know. Jetpack. Right? Oké, kom. Nee. Wat gebeurt er allemaal? Nee. Shit. Oké. Oké, dus nu zijn we... Oh nee, kom op. Kom, please, laten we het niet halen. Ik weet niet. Waarom is het zo verdomd? Ah, nee. Ah, stress. Bam. Oké, kom. Oké. Dit moeten we halen. Oké, kom. We kunnen dit. We kunnen ontsnappen. We kunnen... Alles doen als je hartje begeert. Je kan er ook kapje zijn. Omdat het kan. We hebben het gehaald.
Is dat een John Cena themelied? Holy fuck. Maar goed. Dit was... Try, Die and Repeat. Toen ik zeg maar klikte op quick, ik quit. Ik dacht dat ik naar het scherm zou gaan, maar hij zit nu op een... Ik zit nu op mijn bureaublad. Ik wil trouwens nog één ding zeggen. Sorry, ik zei je laatst in de reacties met mijn duifvideo. Dat ik probeer dagelijks te uploaden. Het spijt me dat veel minder is dan dagelijks. Ik probeer nog steeds wel zoveel mogelijk te uploaden. Maar het probleem is, ik heb natuurlijk school. Ik ga waarschijnlijk naar een andere school. Een nieuwe school. En het is gewoon, ik heb het gewoon heel erg druk. Laatste tijd. Dus het spijt mij ontiegelijk veel als dat ik bijvoorbeeld minder content uitgeef. Minder content op het internet zet dan wat ik eigenlijk hoor te zetten. Maar goed, hopelijk heb je genoten van deze video. Als je het leuk vond, vergeet niet die vleugels te spreiden. En naar like knop toe te fladderen. En zie jij weer in de volgende video. En vlieg op!